Dit is Natasja. Op deze plek stond eens haar appartement. Het is vandaag 2 jaar geleden dat Haïti werd opgeschrikt door een verwoestende aardbeving. Natasja hield onder andere een gebroken rugwervel over aan de aardbeving. Op dit moment verblijft zij bij haar zus in Nederland en hoopt ze op een operatie. Jaap Noordzij is noodhulpcoördinator bij Woord en Daad en heeft lange tijd gewerkt in het getroffen gebied. Volgens hem is de situatie in Haïti verbeterd. Op dit moment is er best wel veel gedaan in Haïti al. Je kunt zeggen dat er van het puin van de aardbeving is ruim 50% opgeruimd. Dus dat is heel positief voor een gebied als Port-au-Prince. En als je dat vergelijkt met andere gebieden in de wereld waar vergelijkbare rampen zijn geweest, is er heel veel gedaan op dat gebied. Ook de mensen die in de tentenkampen wonen. Er wonen er nog steeds veel, ruim 500.000 mensen die in tenten wonen. Dat lijkt veel, dat is ook veel. Maar als je kijkt dat vlak na de aardbeving er ruim 1,5 miljoen in tentenkampen woonden, dan is toch zo'n 66% is naar hun huis gegaan al. Dus dat is goed. Stichting Bijzondere Noden is ook actief in Haïti en heeft geïnvesteerd in diverse projecten. In de eerste periode is er veel geld besteed aan werk voor inkomen. Dat is een van de meest makkelijke projecten die je kunt starten, omdat mensen zonder werk zitten en in een land wat door een aardbeving getroffen is, is genoeg werk te doen. Vooral puinruimen. Daarna is er heel veel geld ook besteed aan het herstel van huizen. Dat gaat trouwens nog steeds door, want er zijn zoveel huizen verwoest dat jaren gaat duren voordat alle huizen herbouwd zijn. Voor Natasja is het een onzekere tijd. De vraag is of ze een visum krijgt en of ze geopereerd kan worden aan haar ruggenwervel. Als dit niet lukt, moet ze terug naar Haïti. Ondanks alles heeft ze vertrouwen. Als ik hier ga vergelijken van in Nederland, hier heb je keuze en dan kan je kiezen. Maar in Haïti, je hebt geen keuze. Dus je hebt één keuze om te doen, is gewoon doorgaan. Als je wil overleven. En dat is wat alle Haïtianen heeft meegenomen. En dat blijft. En, want op den duur, je kan wel zielig blijven. Maar dat helpt niet. We zijn nu aan het, aan het einde van de noodhulpfase en aan de start van een wederopbouwfase. De noodhulpprojecten zijn voor een groot deel afgelopen. Er zijn ook heel veel organisaties die zich daarom terugtrekken uit Haïti. Maar er moet nog heel veel gebeuren op het gebied van opbouw. Ja, de plannen voor de toekomst in Haïti, van het geld wat we nog beschikbaar hebben, zijn vooral gericht op scholenbouw en op huizenbouw. Haïti is een arm land en een van de grootste problemen van Haïti is de armoede. Dus er moet je kunt er heel veel hulpgeld in stoppen, maar uiteindelijk zal de ontwikkeling van Haïti moeten komen van economische ontwikkeling. We hebben echt gemerkt dat ze daar nog hele primitieve methoden gebruiken. En het is hard nodig om ze te helpen om de opbrengsten van de landbouw te verbeteren. Iedereen hoopt dat Haïti inderdaad bovenop komt. Maar voorlopig nog niet. En met hoop kan je leven, hè? De Haïtiaanse Vereniging houdt morgenavond in Apeldoorn een herdenkingsbijeenkomst waarbij wordt stilgestaan bij de aardbeving van Haïti.